even twee toernooitjes doen vanavond. En dan kap ik ermee. Dus ga kijken hoe lang we het volhouden. Ik ben ook even alles aan het testen. Want ik ben sinds vandaag live op Facebook en live op Twitch. Tegelijk. En waarschijnlijk komt de Instagram en YouTube bij later. We zijn langzaam upgrades aan het doen. We zijn continu testruns aan het doen. Ik ben continu testruns aan het doen. En gewoon kijken hoe de shit gaat. Ik speel een kleine bounty. Nee, ik speel geen bounty. Ik speel een normale No Limit Hold'em toernooi. En dit is een bubble rush. Dus op de bubbel wordt het een rush volgens mij. Het is gewoon een kleine simpele toernooi. Maar wel heel leuk. En ik heb een 330 aan de zijkant voor erbij. Die kan ik volgens mij ook naar switchen als het goed is. Nee, ik heb hem nou nog niet aanstaan, maar ik zal hem zo later even aanzetten daarop. Dan kunnen we daar ook op meekijken natuurlijk. Ik zal hem gelijk even doen. Haal deze even weg. Mijn excuus voor ongemak mensen. Verkeerde weggehaald. Mijn excuses. Zien jullie mij niet? Ik heb de hele boel een beetje opgefokt. Dat moest ik doen. Dus nu zie je mij niet op die. Maar ik ga het zo even later even doen. Dit is veel werk. Ik moet even terug doen dat ik terug ben. I'm back. En we kunnen weer spelen. Ja, wie zijn we dan? Ik ben O'Neill Dolorita. Ik heb mijn eigen platform gemaakt op Twitch en nu ook op YouTube. Ik wil gewoon het micro-poker in de kaart brengen. Want mensen willen graag groot en willen graag groot spelen gelijk. En groot met veel inleg. Ik speel gewoon klein. En met klein valt ook geld te verdienen. En kan je ook stappen maken om groot te gaan worden. Dus ik wil mensen leren over pokeren. Ik wil tips geven. Ik wil je uitleggen hoe je je bankroll moet managen. Want naast het pokeren is het managen van je bankroll zo belangrijk. Als je niet met je bankroll om kan gaan. En je gaat 100 toernooien openen achter elkaar. En toernooien die jij eigenlijk helemaal niet aan kan op dat moment. Weet je, dan ga je, sta je zo weer op nul natuurlijk. Dus, maar dan gaan we het later, ga ik de hele stream daarvoor maken. Of voor de duidelijkheid, om duidelijkheid te geven hoe of wat. En dan beginnen we ook echt met de challenge van mij. Van 100 naar 1000, van 1000 naar 10.000. Dat is mijn doel. Dus, kijk mee, join in de chat. Ik zal zo even muziek erbij aanzetten. Als mijn mic te hard staat of de muziek staat te hard of zo, geef dan even een seintje of meld even. Laat me weten hoe of wat in de chat en ik zal reageren. Even een keertje meedoen met de race. Veel handen gezien, maar nog niks gekregen. Een flop is niet echt denderend. Laat maar kijken naar die flop. Flop is niet echt denderend. Er ligt schoppers. 2 zessen, 5. Ik heb klaver, dus ik heb
kans op niks. Dus het is gewoon een hele simpele fold. Nogmaals, dit is een test run. We zijn net begonnen met dit. Voor mij is het ook wennen. Soms zou ik wel eventjes niks zeggen of zo. Dan zit ik helemaal in mijn element. Maar hoe meer mensen in de chat komen, hoe meer we gaan praten. En we het erover hebben. Als het goed is. Ja, hij doet het. Ja, hier kijk, hij heeft even over. Hij heeft matchups met mij. Ik moet eigenlijk gewoon all-in op hem. Gewoon even druk zetten. Heeft hij een betere as, dan heeft hij geluk. Ik wil eigenlijk gewoon die pot stelen. Hij called. Ja. Hopen dat hij houdt. 2. Ah, hij pakt straat op de river. Runnen, runnen. Helaas, dat was de eerste toernooi. We hebben er nog maar eentje. Deze gaan we heel zuinig spelen. Heel rustig spelen. Anders wordt het een hele korte stream. Want ik koop niet meer bij vanaf voor vandaag. Dus nogmaals, dit is een test run. We zijn gewoon aan het testen. Kijken hoe of wat. Hey Pam, hoe is het jongen? Welkom, welkom. Altijd leuk om oude mensen te zien van de omgeving 026. Tony, hoe is het schat Tony? Hoe is het? Alles goed met jou? Alles rustig? Wat leuk je te zien. Wat leuk je te zien. Welkom, welkom, welkom. Voeg het toe in de chat als er nog wat soort dingen zijn die je wilt weten over poker. Ik ben hier om al de antwoorden te... al je vragen te beantwoorden. En je wat tips te geven. Wat uitleg over PokerStars, over... weet ik veel wat, hoe je geld moet storten, hoe je geld moet overmaken naar je bank. Al dat soort dingen kan je gewoon aan mij vragen. Kijken. Even zo doen. Alles even in de gaten houden. Oeps. Een momentje hoor mensen. Zo.
denk ik mij het beste is. Om gewoon mee te doen via Twitch of via YouTube. Voor de mensen die niet bekend zijn met Twitch, dit is een streaming site, de site om mee te streamen. Kom langs, kijk wat er is. Twitch kan je heel veel dingen vinden wat je bij Facebook niet hebt. En vooral mensen die gamen, mensen die dingen willen leren. Er zijn mensen die streamen van alles op Twitch. Ga daar langs, maak een account aan. Vergeet niet even bij mij langs te gaan, O'Neill Dolorita. Alsjeblieft, volg mij. Druk op die volg button en like mijn video's. Check mijn video's uit. Schrijf dingen onder de recensie. Ik lees alles, ik zie alles en ik zal terug reageren. Alvast bedankt. Duntje en Pam in de dinges. Deunie. Dit is de 330, de hotter 330. Beetje muziek erbij. Altijd fijn, hè? Een beetje slow jam of zo. Zondag. Ik ga even iedereen opwapen met een beetje Afro Blues. Dat is beter, denk ik. Deze. Club ondersteboven. Slam. In de Slam DJ Boot. Afro Bros.
Ja, Ricky, ik speel gewoon op Pokestars. Ja, zelden nog steeds, waar we altijd op zaten. Ik ben nog steeds daar. Kees is er ook altijd nog bij. Arthur is er nog bij. Ik heb Hulkman 555. Kuba erbij. Ik heb Pokermaster erbij. We zijn met z'n allen. Chat kan je ook in de chat doen onder mijn video. Dan kan ik ook reageren en mee checken. Dus privé chats kan ook, maar liever niet. Hey, Pokerkees, jongen! Kale! Hoe is het ermee? Kale! Hey, Helle! Hoe is het, schat? Alles goed? Ricky, je maakt alles door de waar voor mij door die privéchats die je mij stuurt, schat. Ik kan niet met jou via je privéchat meer praten, want ik raak helemaal door de waar. Hallo, hallo, hallo Ricky, hallo, hallo, hallo. Lekker, lekker, lekker. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dit is liefde, man. Dit is liefde, man. Leuk. Gaat perfect. Gaat helemaal goed. Dankjewel voor jullie aandacht, dankjewel, welkom allemaal, welkom bij mijn livestream. Hier is, dit is een nieuwe platform voor mij, ik ben een nieuwe kant ingeslagen waar je gewoon alle poker informatie kan krijgen die je wilt in principe. Ik ben eigenlijk Mr. Micro Poker, ik verdiep me in het micro gaming van pokeren, dus het kleine inleg en veel verdienen. En ja, volg mijn route gewoon, weet je. Check hoe ik mijn dingen doe en geef gewoon feedback en vraag dinges.
Ik ben altijd open om antwoord te geven als het even kan, weet je. Maar als ik meerdere tafels open heb of ik ben meerdere dingen aan het doen, dan kan het misschien wat trager zijn met antwoord geven. Maar in principe reageer ik gewoon altijd wel gewoon op jullie. Ja. Maar als dit is een 330, de bigger. Mensen, delen is love. Show some love. Delen is love. Deel voor mij. Show me some love voor de mensen die van me houden, alsjeblieft. Het is een nieuwe platform. Ik ben nu ook, terwijl ik live op Facebook ben, ben ik nu ook live op Twitch. Dus voor de mensen die Twitch nog niet kennen, dat is een streaming platform. Daarmee, site bedoel ik, daarmee kan je streamen, je games laten zien. Pokeren, mensen doen van alles daar laten zien eigenlijk. Ga maar een keer daar langs, is www.twitch.tv. En dan zal je zien dat je van alles tegenkomt. Is in principe hetzelfde als Facebook, maar dan iets een klein beetje anders. Het is meer om te streamen, zeg maar. Niet om je eigen pagina te maken. Het is meer beeld en materiaal en sound en geluid. Dus. Ricky, als je Pokestars wilt downloaden, dan kan je gewoon naar www.pokestars.eu en dan kan je gewoon downloaden op je computer. En ik weet niet of je account nog hebt. En anders moet je een nieuwe account maken met een nieuwe e-mail. Dus ik kan er volgens mij dus. Nee, die pokeraars hebben het zeker niet makkelijk halen. We zitten te struggelen, mensen weten niet, joh. He? Wat er wat hier allemaal gebeurt achter de deuren bij mensen thuis, achter de gordijnen is met die mensen allemaal, hè. Toch? Zo, de ene is een friet, de andere heeft een fetish, en de andere zit lekker te pokeren, en de andere zit lekker te streamen. Iedereen zijn ding, toch? We zijn gewoon gelukkig vrij. Om te gaan en staan om te doen wat we willen. een vraagje, Kale. Ben je zelf ook bezig? Ik kan nou even niet snel kijken voor mezelf. Ik kan nou niet snel kijken, maar ik denk dat je ook wel bezig bent volgens mij, of niet? Want het is zondag, hè? Nogmaals, het wordt een korte stream, dames en heren. Het wordt een korte stream. Dus meer om even alles uit te testen was het eigenlijk. Dus ik speel ook maar één toernooi nu. Ik speelde net twee. Ik speel dan één. Deze is de $3.30 bigger. De bigger 3.30. En we nemen ons tijd. We spelen lekker rustig. We hebben geen haast. We gaan even testen. De chat doet het. Dus als je mensen reageren via Twitch. Zie ik het als mensen reageren via Facebook, zie ik het allemaal in één chat. Dat is wel fijn. Hoe meer mensen praten, hoe beter. Hey Helle! Ja man, dit is van mij man. Dit is mijn nieuwe Facebook account. Ik heb mijn Facebook account heb ik een tijdje terug verwijderd. En heb ik weer opnieuw opengemaakt. En ja, gewoon een hele nieuwe platform, een hele nieuwe ik, een hele nieuwe persoon, hele nieuwe dingen. Zoals jullie weten, ik organiseer altijd pokeren. Ik hou van poker, ben gek op poker. Ik heb dat allemaal losgelaten. Nu gaan we een beetje op de nette manier mezelf bekendmaken, mezelf presenteren. Zodat mensen leren van poker. Ik wil mensen gaan leren, educatie gaan geven over poker. Vragen over handen en dat soort dingen, zo analyses. Ik ga binnenkort ook mijn eigen home game maken voor de mensen die via mij zeg maar een account weer gaan opstarten op Facebook en mij blijven volgen op Twitch en op Facebook. Ga ik ook een home game maken in PokerStars en daarmee kan je ook gewoon erin gaan. Kan je ook, je kan mijn vriend worden in die home game
zoek je verzoek of stuur je mij een verzoek. Geef ik je de naam. En ik ga gewoon een toernooi maken van ik weet niet, van $1, van 20 cent of van. Ik maak er gewoon één. En dan gaan we gewoon met al mijn vrienden, al mijn mensen gaan we in één toernooi. Alleen een home game van O'Neal gaan we gewoon spelen. Ik zal ook eventueel cash games kunnen zetten als ik wil. Voor de mensen die niet uit huis willen lekker chillen, kan ik zo een cash game tafel opzetten. Dat we met 10 man of met 9 man aan de cash game tafel zitten. Met een inleg van €50 of van €20 of wat dan ook. Gewoon op PokerStars site aan een tafel. En dan kunnen we lekker met z'n allen gewoon voor de fun een beetje pokeren, zeg maar. Zoals we altijd hebben gedaan in die cafés en zo, weet je. Jammer dat Arthur dicht is. Ik ben een tijdje niet meer in de ton geweest, dus. Ja, leuk man. Ik kan eigenlijk niet wachten dat alles een beetje gaat lopen. Dat de home game ook een beetje vol wordt. En dat mensen joinen en het vertrouwen krijgen in PokerStars, in de site. En in mij, om mijn streams te bekijken en volgen. En ja, dit kan alleen maar mooier worden, joh. Dit kan alleen maar mooier worden, dit. Dit is, ja, dit geeft me hoop, dit geeft me zin. Ik ben positief en ik ben er continu de hele dag even mee bezig, weet je. Mijn prioriteit is dit nu eigenlijk. Nee, Helle, dit PokerStars is niet van mij. Dit is gewoon, ik speel op PokerStars. Ik speel op PokerStars, maar ik zend wel mijn toernooien uit, zeg maar. En jullie kijken met mij mee. Dus jullie zien mijn handen, wat ik zie, dat zien jullie. Maar omdat ik een delay heb, ik heb een delay op mijn stream, zodat mensen mijn handen niet live kunnen meekijken, want dan ziet iedereen mijn kaart terwijl we aan het spelen zijn. Mijn delay is 3,5 minuut. Dus als jij iets typt naar mij, en ik reageer er gelijk op, jij hoort dat pas 3,5 minuut later wat ik reageer op jouw type ding is. Snap wat ik bedoel? Dus er zit een kleine delay op van 3,5 minuut. En nogmaals, de site is niet van mij. Ik heb wel mijn eigen Twitch account. Die heet O'Neal Dolarita. En op Facebook heet ik ook O'Neal Dolarita. Represent mijn broers, Afro Bros altijd, je weet toch. Want ik heb een paar keer gestreamd en ze begonnen met autoriteiten en dit en dat. En licenties of wat dan ook en bullshit allemaal. Ik had die rechten niet en dit en dat. Dus ik denk, ik ga gewoon mijn boys Afro Bros doen. Ik denk niet dat hun mij gaan aanklagen. Dus je gaat vandaag veel horen van de Afro Bros. Ik denk dat ik hun ook reclame geef hiermee. Dus
En misschien kunnen we ooit een keer samenwerken, waarom niet? Nou, ze voor mij zeg maar een paar mixjes maken of zo, zodat die kan afdraaien. Terwijl ik aan het streamen ben. Helen, hoe werkt dit verder dan? Ik heb alleen nu jou in die chat van Twitch. In Twitch heb ik zeg maar 8 volgers nog. Ik ben net nieuw, dus allemaal net nieuw. In Twitch heb ik nog 8 volgers. Je kan me volgen op Twitch. Maar ik heb nu ondervonden hoe ik me ook live kan gaan op Facebook en tegelijkertijd op Twitch. Op allebei de platformen komt YouTube en Instagram komt daar nog bij. Je platform groeit gewoon. Hoe meer content je uitbrengt, hoe meer dingen je brengt, gaan meer mensen kijken op Facebook en op Twitch. En ik heb een app waar alle chats bij elkaar komen. Dus in mijn app zie ik alle chats van Facebook, van Twitch en later ook YouTube en Instagram. Zie ik allemaal bij elkaar. Dus als jij typt, ik zie het altijd. Dus of je nou bij Twitch gaat kijken bij mij, als je de enige kijker bent zoals je nu, je bent waarschijnlijk met mij samen de enige 2 kijkers op Twitch. Ik heb nu meer kijkers op Facebook dan op Twitch. Dus. Maar maak daar ook een account aan als je wilt. Show me some love. Volg me daar ook op. En ja, je zal altijd zien wanneer ik online. Dames en heren, vergeet natuurlijk niet de duimpje omhoog onder mijn filmpje. Of je nou bij Twitch kijkt of op Facebook. Alsjeblieft, duimpje omhoog. Help mijn platform mee. Dan wordt het alleen groter. Kale, ja, ik kan jouw toernooi ook streamen, alleen, maar ik zie jouw kaarten dan niet. Snap je? Ik kan jouw kaarten dan niet zien. Dus nu is mijn account, ik zie mijn kaarten. Als ik jou nu ga opzoeken bijvoorbeeld, en ik ga naar jou kijken, dan zie ik jouw kaarten ook niet. Behalve als wij aan de telefoon zitten of zo, en jij zegt, Niel, ik heb Aas Koning, of ik heb dit, ik ga ervoor, of wat dan ook, dan kan ik het zien. En anders kan ik het niet zien. En dan kan ik het zien, dan weet ik het, bedoel ik. Dus ja, ik kan jouw dingen ook streamen, alleen ik zie jouw kaarten niet. Ik heb een setje gehit.
Ik wou hem lokken. Ik ga nou een 3-bet doen op zijn ding. Ik heb nou een setje. Kijk, hij kan nou... De river heeft slechte kaarten voor mij. Het is een gok. Hij kan hem ook hitten op de river. Maar ik moet hem wel... duur maken voor hem. Hij voelt... Het beste wat hij kon doen is voelde. Die boer was een slechte kaart. Want ik kan, die kaarten waren goed voor mijn range. Voor mijn bereik, zeg maar. En niet zo goed voor hem. Dus die boer kon hij denken van, hey, ik heb een straat gehit. En voor Kees, om nog maar terug te komen op je vraag. Ik kan alles streamen in principe. Alles. Alles wat op mijn beeldscherm, wat ik open op mijn beeldscherm, dat kan ik streamen op YouTube of op Twitch. Dus maakt niet uit wat ik open. Als ik wil, dan druk ik venster. Dan doet hij alleen dit. Of capture. Venster capture. Dan doet hij alleen dit. En als ik de venster doe, de hele venster, dan pakt hij alles wat op mijn venster te zien is. En dat wil ik nou niet, want ik heb nog maar één beeldscherm. Zeer spoedig komt er nog een beeldscherm en dan kan ik dat wel doen. Kan ik die gebruiken, Kale? Hey, jij wil alleen maar meer fans, kijk. Hey, jouw grootste fan zit hier, jongen. Wat wil je nog meer? Oh, 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 zijn alle geluiden goed? Is mijn microfoon goed? Is muziek goed? Moet de muziek harder? Moet de muziek zachter? Laat het mij weten. Help mij ook trouwens een beter bereik te krijgen, een groter bereik. Deel deze live met iedereen in je lijst. Neem even tijd. Show the nigga some love. Ik verdedig mijn big blind. En ik heb een gutshot straat draw. En ik heb een flush draw. Ik heb veel kansen. Dus ik ga hem nu verhogen de pot. Ik denk dat ik het 3 keer doe. Ik maak het 600. Hij kan het mij heel moeilijk maken. Maar ik kan niet meer weg. En hij gaat weg gelukkig. Alsjeblieft, ik heb net de pot gewonnen. Ik heb geen haast, het is nog vroeg in de game. Maar een 3-bet op hem zou heel fijn zijn hier. Het is alleen al 3-bet fold of gelijk fold. Dus 3-bet fold met andere woorden van, je wou die pot wat er was, wou je stelen. Kon je stelen. Mits die minder goede kaart heeft dan. Want als je 3-bet en hij called, dan kan je in een probleem komen ook. Maar meestal als je daar 3-bet, fold hij. Want hij denkt dan dat je betere kaart hebt. Hij heeft chip leader. Hij wil gewoon druk op ons blijven zetten. Hij wil gewoon gratis chips pakken de hele tijd. En af en toe moet je hem wel pareren. Stopzetten. En daarom heb je chips om mee te spelen. En gewoon spelen met chips.
dándome bucuna más buena que tú. Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz. Cuando tú ves mi amiga, va a ser por YouTube. Yo voy a ver qué tú haces cuando me busco una más buena que tú. Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz. Ik moet die chat ook nog beter instellen, dat het niet continu in beeld blijft, zeg maar, voor mij. Dat het wel gaat. Het komt en het gaat. Het komt en het gaat. Maar ja. Komt wel. Verdedigd mijn big blind en ik heb een gutshot straat draw en ik heb een flush draw. Ik heb veel kansen, dus ik ga hem nu verhogen de pot. Ik denk dat ik het 3 keer doe, ik maak het 600. Hij kan het mij heel moeilijk maken, maar ik kan niet meer weg en hij gaat weg gelukkig. Mijn stream geblokt. Alsjeblieft. Ik heb net de pot gewonnen, ik heb geen haast, het is nog vroeg in de game, maar een 3-bet event zou heel fijn zijn hier. Het is alleen een 3-bet fold of gelijk. Dus 3-bet fold met andere woorden van, jawel, die pot wat er was, wou je stelen. Kon je stelen. Mits die minder goede kaart heeft dan, want als je 3-bet en hij called, dan kan je in een probleem komen. Hoor. Maar meestal als je daar 3-bet fold in. Want hij denkt dan dat je betere kaart hebt. Hij heeft chip leader. Hij wil gewoon druk op ons blijven zetten. Hij wil gewoon gratis chips pakken de hele tijd. En af en toe moet je hem wel pareren. Stopzetten. En daarom heb ik chips om te spelen. Ik wil gewoon spelen met chips. Freddy Morera. Morera's mansion. Mi casa es su casa. Ik hoop voor je toro. Je badjas die moet uit en je lintje die gescheurd. Van voor naar achter hard, dan zacht je benen in de lucht. In alle hoeken van de kamer word je tegen de muur gedrukt. Dit is een 3 bet plus 1. Facebook doet een beetje moeilijk, zie ik. Ja, we gaan hier gewoon een continuation bij doen. Ik denk een dikke, want dan weet ik gelijk waar ik sta.
straat droog en ik heb flush droog. Ik heb veel kansen. Dus ik ga hem nu voor hogere pot. Ik denk dat ik het nu maak het 600. Hij kan het mij heel moeilijk maken. Maar ik kan niet meer weg. En hij gaat weg gelukkig. Mijn stream geblokt. Ik heb net een pot gewonnen. Ik heb geen haast. Het is een vroeg in de game. Maar een 3-bet of hem zou heel fijn zijn hier. Dus alleen of 3-bet fold of gelijk. 3-bet fold met alle woorden van jou. Die pot wat er was. Mooie stelen. Mooie stelen. Als je niks niet minder goede kaart in kwam. Als je 3-bet en hij fold, dan kan je een probleem komen. Maar als je meestal als je daar 3-bet fold in. Hij denkt dan dat je beter gaat. Hij is chipleader. Hij wil gewoon druk op ons blijven zetten. Hij wil gewoon gratis chips pakken de hele tijd. En af en toe moet je hem wel pareren. Stopzetten. En dan gaan we met de chips gewoon spelen. We gaan gewoon spelen met de chips. Dit is een 3 bet plus 1. Facebook doet een beetje moeilijk, zie ik. Nee, Ricky.
En we zijn weer live. Ik heb maar de muziek uitgedaan, want Facebook slaat helemaal op hold, wil me blokkeren, heeft me geblokkeerd en heeft me weer opengemaakt op een of andere manier. Hallo Danny Hofman, welkom, welkom. Welkom in mijn livestream. Ik ben Mr. Poker, Mr. Micro Poker en ik heb hier mijn eigen platform gemaakt en op Twitch en ik stream poker games van mezelf en geef mensen een beetje een les over pokeren en hoe of wat te doen om in te loggen en jezelf in te schrijven en dat soort dingen. Delen is liefde als je een maatje bent. Duimpje omhoog, duimpje omhoog. Deel die shit. Show me some love. Dit is allemaal nieuw voor mij nog. Dit is een test run. Voor het eerst dat ik op Facebook en op Twitch tegelijkertijd stream. En ik heb alle chats ook in één chat gebonden. Zodat ik gewoon overzicht heb. Als jij mij iets stuurt, dan zie ik dat meteen. Maakt niet uit op welke platform jij dat doet. Dus ik zei, helaas heb ik de muziek even uitgedaan. Omdat Facebook heeft me net al geblokkeerd. Ik was al live. Facebook heeft me net geblokkeerd. Ik heb ze een bericht gestuurd van luister dan, mijn programma is, mijn platform is een educatieve platform. Ik wil mensen leren dat je voor klein geld ook veel geld mee kan verdienen met pokeren. En je hoeft niet gelijk altijd grote inleg te zetten om geld mee te verdienen. Je kan ook met klein beginnen en jezelf opbouwen daarnaartoe. Daarom de micro ding wat ik heb bedacht, weet je. Dus ik bedacht van ja, als alle grote jongens grote toernooien gaan spelen, is goed, ga maar. Voor mij is het een stuk moeilijker als hun allemaal die grote spelen. Als ik zou meedoen, is het een stuk moeilijker, want hun zijn echt goed. Hun hebben ervaring en hebben allemaal dingen. Voor mij is het makkelijker om die kleintjes te spelen, want over de hele toernooi heen voel ik meestal wel een 75% dat ik de overhand heb aan de meeste mensen aan tafel. Dus dat betekent dat ik meer kans heb om te winnen. Dus ja, ik ga niet een dure toernooi spelen waarvan ik weinig kans heb om te winnen. Terwijl ik die kleintjes kan spelen en ik tenminste kans heb om te winnen. Snap je? Die handen begrijpen en die handen spelen zoals ze gespeeld moeten worden. Dus ja, het is nooit handig om zeg maar als je $100 op je account hebt. Om dan gelijk een toernooi van $100 te doen. Ja, je kan geluk hebben, weet je. Je kan een keer wat winnen. Maar ja, die €100 is zo weg. Snap je? Kan je beter verdelen over een aantal kleine toernooitjes. Heb je meer kans om te winnen. Wada. Wat kan ik even? Babi, wat is hier nou? Nog even voor Babi. Oh.
En we zijn met pauze. Dan hebben we een paar minuutjes pauze. Dus we kunnen even letten op de chat. Naar Facebook. Ik zie dat ik live ben. Eén momentje. Want mama heeft weer geen handen. En ze ging naar de woonkamer. Ze heeft vrezen laten vallen. Ze heeft vrezen laten vallen in de woonkamer. 25 minuten. En voor het maar, dan zie ik het daar zitten. Hm? Zie ik het daar zitten? Nee, hij is niet terug. Nee. Daar is meneer Bossa. Ik zie een trap. Ik zag je zien. Ik zie een trap. 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 Ik Dankjewel voor het delen, Danny Hofman. Dankjewel voor de like. Alleen maar love, man. Alleen maar love. Thanks, man. Mr. Micropoker live vanuit Twitch en live op Facebook. Beetje saai zonder muziek zo, maar...
Hey, en dan gaan we weer. Pocket vrouwen, daar gaan we mee openen. We openen met 3 bed. 3 bed is 3 keer die 100, is 300. Gewoon een rustige 3 bed. Ricky, ik wil je alle uitleg geven, schat, maar dan moet je wel in de live komen. Niet zo bang zijn jij. Want dan kan ik het makkelijker zien. Want als je mijn privébericht stuurt, dan is het heel vervelend. Want dan moet ik alle dingen weghalen om naar jouw privébericht te gaan. Het is niet dat ik veel wil doen, maar het is wel lastig. Nou, je weet dat ik van je hou. Mensen, welkom, welkom, welkom. Nogmaals voor de mensen die bijkomen. Ik ben Onil Dolorita, Mr. Micropoker. Ik heb een platform op Twitch. Ik stream mijn eigen pokergames. En ik geef daar uitleg. Mijn naam is Micropoker, omdat ik voornamelijk microgames doe. Even wachten, wat gebeurt hier? Oké, dit is echt waar. Waar komt dit vandaan? What the heck? Hier komt dat vandaan.
Weg jij. Oké. Okay. Mijn excuses voor de ongemak, mensen. Ik was wat aan het uitleggen, maar ik ben het alweer vergeten. Maar daar komen we straks alweer op. Schrok me dood. Net alle geluid uitgezet dat Facebook me niet gaat blokkeren. En nu schiet er zoiets aan. Blokkeren ze me zo weer. Ja, want extreem alles muziek via YouTube. Het is niet mijn eigendom, zeg maar. Dus dan zou ik via Spotify gewoon een abonnementje moeten nemen, zo voor 10 euro. En dan zou ik het gewoon kunnen laten zien. Ik kan het ook gewoon kunnen laten horen. Dat zou wel kunnen. Maar misschien moeten we dat ook wel gewoon doen. Ja. Heel simpel, ik heb zin om lekker met jullie een beetje te babbelen, een beetje te spelen. Weet je, wil je een gokje maken, kan je gokken, maar hij gaat het niet doen. Hij gaat echt met, hij heeft aas koning, aas vrouw, aas dit. Of pocket koning en pocket vrouwen. Dan zullen we eerst een pocket vrouw, dan koning. Maar, nee, duidelijk, je hebt goede kaarten, pik. Je moet vooral zo blijven spelen. Want dan weet je weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Nou, ik wou zeggen volgens mij dat het een nieuwe platform is. Ik stream hiermee pokergames. Geef mensen positieve tips over hoe hun eigen spel kunnen verbeteren. En meer waarde uit hun spel kunnen krijgen. Veel mensen, ik weet veel mensen zitten gewoon thuis lekker een potje poker te spelen. En ze zien geen vooruitgang, geen groei in hun spel en geen groei in hun... In een bank, in een budget. Snap je? Want je kan wel blijven storten, maar als je niet vooruit gaat, dan doe je het voor niks in principe. En ik ga daar een beetje, geen les op geven. Ik ga daar mijn visie op geven. Laten we daar op houden. En als je daar hulp benodigd hebt, dan kan je me dat vragen. En je kan lekker chillen met mijn handen kijken. En praten in de chat, communiceren met de anderen. Simpel, dit is een 3 bet omdat hij is meegegaan en een plus 1. Lijkt me heel goedkoop voor hem. Hij is meegegaan. Ja, hij kan die 9 hebben, maar daar komen we gauw genoeg achter. Of een koning boer. Ik denk dat hij koning boer heeft. Dus of we zijn klaar. We zijn klaar. Wauw, hij heeft die 9. Niet normaal. Niet normaal. Niet normaal. Live op de stream, dames en heren. Die mafkees. Wauw, wat een gek. Canada komt die vandaan. Nou, oh, je bent heel goed, meneer. Heel goed wat je hebt gedaan. De dealer button.
flop 3, 9 op de flop. Kop eraf. Nou. Ja, ik moet wel leren hoor, maar ik loop gewoon te kutten. Ook dat heb jij mensen, dat je gewoon pech kan hebben en dat je er gewoon uit ligt. Weet je? Soms is het geluk, je hebt gewoon geluk nodig. Zonder geluk kan je niet spelen. Zien zijn op Facebook de laatste paar minuutjes. Moet ik is het niet te zien in de venster. Alleen om de 3D van te doen, hè. Niet om het liedje. 3D van, man. Michael.